eerste en weken was er weer enige activiteit op de velden van de toekomst. Erik ten Hag keek toe hoe het eerste groepje van 6 spelers, verdeeld over 2 groepjes van 3, weer begon met trainen. Ja, het is natuurlijk prettig dat je zo lang uit de running bent. Iedereen thuis, eigen omgeving. En inderdaad, wij mogen vandaag weliswaar aangepast, maar we mogen weer starten. En je ziet het enthousiasme. Ja, hoe was het om de staf en de spelers weer te zien? Ja, hetzelfde, het enthousiasme. Dat na een lange periode natuurlijk heel vreemd, voor iedereen vreemd in de hele maatschappij. Maar natuurlijk ook voor ons als Ajax. Ja, opeens ben je plotseling, verlies je elkaar uit het oog. En natuurlijk is het connectie. We hebben middelen, de communicatiemiddelen die worden ingezet, wat we afgelopen weken gedaan hebben. Maar om elkaar in het echt weer te zien, ja, dat is gewoon prettig. Toch, je hebt nog geen trainingspak aan. Je staat hebt toegekeken vanochtend. Waarom is dat? Ja, we hebben heel veel trainers. En dat heel veel bedacht de laatste tijd. En ja, we mogen dus ook alleen maar in kleine groepjes. Nou, die kleine groepjes hebben we met trainers ingedeeld. En ik kijk toe. Observeren, aanwijzingen geven, evalueren en dat is dan een beetje mijn rol. Eerder liet Ten Hag weten dat de periode tot september is ingedeeld in 3 blokken die oplopen in intensiteit. In de hoop dat in september weer gewoon gevoetbald mag worden. Dat is inderdaad wat we bedacht hebben. En natuurlijk, we leven allemaal in heel veel onzekerheden. En we weten ook niet dus zeker of we dan weer kunnen gaan voetballen. In competitieverband. Maar we hopen dat natuurlijk wel. En het is wel een richtlijn waar we op gefocust zijn. Nou, en we hebben gemeend om dat toch te gaan doen. We hebben de afgelopen periode heel veel individueel gedaan. De spelers hebben het heel veel individueel uitgevoerd. Nu gaan we naar de volgende stap. Mogen we in kleine groepjes en weer met bal. En ja, natuurlijk als voetballer wil je met die bal. En ja, je ziet het ook dat ze daar heel blij mee zijn. Dat ze eindelijk weer met die bal weer dingen kunnen gaan doen. En dat is even geleden. En nou, dan komt er een rustperiode in. En dan starten we op. En hopelijk is het dan zo dat we weer in totaal teamverband kunnen trainen. En ja, dat is dan ook echt de eerste aanzet naar het nieuwe seizoen. Maar dan nog steeds ja, is het heel ver weg. En dan zullen we dan ook zeker weer een rustperiode inbouwen. Nou, en waar het om gaat is dat we weer natuurlijk juist in de juiste mindset komen. En natuurlijk ook weer een conditie gaan opbouwen. En natuurlijk wat dan weer belangrijk is dat je een team gaat formeren. Hè, die vanuit het voetballen, dat je ook weer vanuit de principes van onze speelwijze, dat we die verder gaan ontwikkelen. Voorlopig wordt dus nog niet in teamverband getraind, maar in kleine groepjes van 3 spelers. Nou, daar hebben we wel over nagedacht en ja, toch een aantal posities bij elkaar gezet. En ja, dit is echt een opstart. Maar ook om straks wat specifiekere dingen te gaan doen. En we hebben vooral ja, om posities bij elkaar te zetten. En vandaaruit ook weer als doel ook ja, in die technische vaardigheid. Om daar een opbouw in te maken, maar ook zeker prikkels te geven. Dus vandaag zijn er, vanochtend zijn er 6. Vanmiddag zijn weer 6 nieuwe aan de beurt. En dan morgen weer. Ja. Zo vullen we de week in. En dan zullen ze thuis ook aan het werk blijven. En ja, toch nogmaals een beetje in de focus te blijven. Het idee ook houden, ik ben voetballer, ik ben topsporter en in die mindset te blijven. De eerste dag na de zomer- of winterstop staat meestal in het teken van allerlei tests. Daarvan is vandaag geen sprake. Het belangrijkste is vandaag dat ze weer die bal voelen en dat ze plezier hebben. En ze hebben een paar weken die bal niet gevoeld. En ik moet zeggen, ze hebben die schema's ja, ontzettend goed uitgevoerd en gedisciplineerd. We hebben dat kunnen volgen. Dat laat dan ook de huidige middelen laat dat toe. Nou goed, zo zijn ze toch op een bepaald niveau gebleven. Maar dat is natuurlijk iets anders dan voetbalconditie. Totaal iets anders. Nou, nu moeten ze eerst weer gaan wennen aan die bal. Als je die 2 maanden niet hebt aangeraakt. Ja, dat is dan de eerste stap. En van daaruit gaan we ook weer naar die specifieke voetbalconditie zullen we gaan bouwen. Die spelers van ons zijn wel zo goed. Hè? Dat gevoel gaat zo heus niet weg. Maar het is wel even uit het ritme. En dat zal zeker ook straks heel vreemd zijn als je weer ja, echt weer positiespelletjes, partijspellen en zo. Ja, dan zul je toch ook gaan merken. En dat is natuurlijk voor iedereen gelijk, voor alle clubs, dat het niveau, ja, dat zal niet gelijk daar weer zijn waar je bent geëindigd. Dat zal even tijd kosten. En ja, dus dat kost een hele krachtinspanning om dat weer op dat niveau te krijgen. In aangepaste vorm of niet, de trainer is blij dat er weer getraind mag worden. Duidelijk. Hè? Nogmaals, dit is weer een beginnetje. En nou ja, we mogen weer het veld op. En daar zijn we allemaal blij mee. Maar wat je zegt, ja, het is nog maar een beginnetje. Maar het is wel ja, toch wel weer, je hebt weer een vooruitzicht.